Op een berg in Polen wordt de windkracht gemeten in verband met wedstrijden zeilvliegen. Iedere piloot bevestigt met een musketonhaak het harnas waarin hij hangt aan het stalen frame van de deltavormige vlieger. Na een korte aanloop krijgt de vlieger voldoende snelheid om naar het dal te kunnen vliegen. In de bergen maakt men meestal gebruik van een lichtharnas, waardoor de luchtweerstand vermindert. Maar de piloten doen dat ook omdat ze in deze houding meer het gevoel hebben dat ze zich als een vogel door de lucht bewegen, omdat ze dan de vlieger niet zien. Bij een wedstrijd als deze gaat het erom zo dicht mogelijk bij een op de grond gemarkeerd doel te landen. Velen landen precies in de roos, maar dat is niet voor iedere deelnemer weggelegd. Ook Nederland kent zijn zeilvliegen. Aan de Nederlandse kust kun je ze bij krachtige westenwind geregeld bezig zien. Doordat de wind tegen de duinen opstijgt, is er nauwelijks of geen aanloop nodig om direct voldoende lift te krijgen. Een van de cracks in deze sport is de zaankanter Alex Engel. Bij dit stormzeilen kan de vlieger in een dusdanige stand worden gezet dat hij op dezelfde plaats blijft hangen, net als een meeuw. De piloot kan in zittende houding zonder moeite langs de kust heen en weer vliegen. Door de stuurtriangel naar links of rechts te verplaatsen, kun je de koers corrigeren. Hier demonstreert Rob Driessen nog eens duidelijk de besturingstechniek. Als je er maar voor zorgt precies boven de duinenrij te blijven, kun je urenlang in de lucht blijven hangen. Met de wind in de rug kun je wel een snelheid van 50 km per uur halen. Zoals een meeuw op een vis afduikt, zo kan een zeilvliegtuig ook duiken, als de piloot maar voldoende ervaring heeft. Alex Engel heeft die. En hij ziet er zelfs niet tegenop om zijn zitje te verlaten en staande op de stuurtriangel verder te vliegen. Wie aan deze boeiende sport wil beginnen, hoeft geen vlieger van 2000 gulden aan te schaffen. Want er zijn scholen waar je zeilvliegen kunt leren.